Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk, jammer ik heb de spas uit mijn hoofd. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe, ik ben mijn hele intro nu verkeerd gezegd, maar dat maakt niet uit. Die hitindicaties van deze game, die kloppen soms echt voor geen ene zak. Ik werd nu namelijk in mijn rug geraakt volgens de hitindicatie, terwijl de enemy letterlijk voor me stond. Dus vertrouw die dingen ook, ja je kan ze wel vertrouwen, maar soms naaien ze je zo hard. Dus let er goed op. Maar anyway, dit is natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Free For All Winstreak serie. En wat ik in deze serie moet doen, voor de mensen die het niet weten, is ik moet elk potje, maar ook echt letterlijk elk potje winnen. Verliezen wij één potje, maakt niet uit of we met ongeluk verliezen, maakt niet uit of we met geluk verliezen, maakt niet uit of iemand keibeest is. Als we verliezen, is deze serie meteen... Maar ik echt gewoon meteen afgelopen. Dus als je dit nou leuk vindt om naar te kijken, mensen, dan natuurlijk zoals je kijkt, de like op. Als wij de... Ik weet dat we het kunnen... 4000 likes kunnen halen, zou ik dat... Nee. 4000 likes kunnen halen, zou ik dat super vet vinden. Dus vergeet die kaart op je like op te rammen. We spelen natuurlijk weer twee potjes achter elkaar. En op dit moment gaat het niet echt heel erg lekker, als ik dat mag zeggen. Zo, die knetter. Die vent lag net gewoon, by the way, midden op de weg. Maar volgens mij was ik nog de enige die hem zag ook. Wat... Nee, die auto gaat oploffen. Wat ook eigenlijk nergens op slaat, maar oké. Oh nee, hij spant er weer. Wie de hek heeft dit verzonnen dan bij Call of Duty? Wat? Nou, wat een kakzooi. Ik moet mijn UAV halen, man. Ik heb in ieder geval mijn Fisher Pulse. Dat is in ieder geval iets. Maar op deze manier gaat het niet zo goed verder. Komt er één achter me hier? Komt hij aan. Rechts ook nog één. Twee man. Komt er nog één. Zit er daarna ook nog één. Er zit er nu nog één voor me. Ja, kutjes. Dat was iets te druk daarom. We gaan echt slecht. Helaas heb je soms potjes die niet zo goed gaan. Hij redt gewoon weg. Alleen deze serie mag dat en kan dat eigenlijk niet. Ik sta nu te campen. Er zit er één links van me. Sorry voor de camp hoor jongens, sorry voor de camp, wauw. Dat is heel zielig van mij. Oh my god. Jezus, ik dacht dat hij al dood was. Zo, de knetter, zag je dat? Oké, we hebben eindelijk onze UAV Fisher Pulse er meteen bij. Counter UAV, hè. De knetter, hé. Dit was echt even een slome start, moet ik even zeggen. Oh, yo, rustig, vriend. Rustig. Oh my god, jongen, we lagen met z'n allen in het water. Oké, ik heb wel mijn leidingstrijk, dat is chill. Dat hele water zat vol, jongen, met enemies. En we staan 8 kills voor. We hadden echt een hele slome start. Dat kan wel eens gebeuren, helaas. Dat snap ik zelf natuurlijk ook. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling wat er kan gebeuren en moet gebeuren in deze serie. Spant er één links van me? Ja, oké, die rent door. Ik moet altijd in de gaten houden, want anders loop je naar binnen en dan staat er meteen weer één naast je. Ah, ik zat je te zoeken, wauw. En dat was ook het geval. Dus ik had nog gekeken of er iemand spande, maar dit spande er blijkbaar nog een. Maakt verder niet uit, kan gebeuren. Nog 9 kills moeten we maken, dan hebben we gewoon gewonnen. Dat is echt volgens mij het meest slechte potje wat we tot nu toe hebben gehad. Dit vind ik, ja, er staat er één daar. Ik vind het, als ik eerlijk ben, eigenlijk ook geen free-for-all map. Ik weet niet of iemand met me daar eens is, maar deze map is naar mijn mening gewoon te groot om een free-for-all goed, normaal, chill te kunnen spelen, zeg maar. Ik kom er niet eens overheen, joh. Oh, you fucking kidding me, maat. Oh, you fucking kidding me, maat. Hij lag de hele tijd daar te wachten. Ik ga nog verliezen ook. Oh, dit is een slecht potje, gek. Zo, de knetter, hé. Holy shit. Ik schoot op die klonen. Ik wilde het echt raken, maar... Jammer, jongen. Zo, die vent kan goed schieten, hoor. Eerlijk is eerlijk. Hij heeft me bijna, let op, bijna gekild. Kut, komt er een achter me. Oh, joh. Sorry, vriend. Ik hoorde hem op het laatste moment. Komt er nog een. En dan komt er hier een via window. Oh, nee, nog een achter me. En nog een. Ah, shit, er liep er nog een. Ah, dat was mijn laatste kill die ik daar moest maken. Alleen ik werd gekillsteeld. En toen ging ik nog eens dood. Dat was niet zo handig. Oké, nog één kill. Dan hebben we alsnog gewonnen. Het meest slechte potje ooit. Holy shit, hoeveel deaths heb ik? 10 deaths. Het valt nogal mee als ik het zo bekijk. 10 deaths op zich, weet je, 30-10 is een mooie score. Alleen, het kwam er gewoon niet van, man.
Deze map is zo onwijs groot voor free-for-all. En het gevecht speelt altijd alleen maar in dit huisje af. En ze komen overal nergens vandaan. Dus echt heel goed opletten altijd in deze map. Maar we hebben gewonnen, jongen. Oh, dit mag niet meer gebeuren. Er gaat een potje komen dat ik ga verliezen. Nu hebben we met 4 kills gewonnen, maar we gaan een keer verliezen. Wanneer geen flauw idee, maar we spelen nog een potje erachteraan. Game nummer 2. Ik hoop een wat kleinere map. Dus tot zo. Alright boys, welkom bij Natuurlijk. Wie spant er hier? Jij? Nee, ik zag je niet. Welkom bij Natuurlijk. Game nummer 2. Dit is op de map Skyjack, zoals je zelf ook kan zien. Super. 3, 2, nu. Oh, hij komt niet. Serieus? Hij zit beneden. Dit is natuurlijk map Skyjack. Super fijne map. Hoe die fan me kan hebben, moet je niet aan mij vragen, want dat weet ik zelf ook niet. En hoe ik hem nu kan hebben, dat weet ik wel, want ik schoot een headshot. Maar we moeten natuurlijk het potje ook weer gaan winnen om de free-for-all winstreak door te laten lopen. Er zit één nijver erin. Die had even bad luck daar, zoals je zelf ook al zag. Oh, kut. Oh, shit, ik dacht dat die dichterbij stond. Er gebruiken veel mensen een silencer, joh, hier. Dat is niet normaal. Normaal gesproken in zo'n lobby kom je... Ja, wat zal het zijn? Sowieso wel één iemand tegen met een silencer, maar in deze lobby is... Ik heb nu al 3 mensen gezien met één silencer op een wapen. En dan weet je nooit waar ze zitten, weet je wel. Je weet nooit van hoe ver ze je schieten. Dus dan denk je, ah, hij zal wel tent bij me zitten of hij zal wel bij me in de buurt zijn. Alleen dat is in de meeste gevallen dan echt totaal niet zo. Dat is natuurlijk best wel irritant, vind ik. Oh, lucky bastard, John, in mijn rug. Oh, jammer, zie je de silencer, daar gaan we weer. Hij gebruikt Kuna met de silencer, dat is ook nieuw. Die vent zit me volgens mij een bericht te sturen, want hij heeft jaren in zijn Clantech. Awesome Clantech, dankjewel daarvoor nog. In mijn rug, weg hier. Even wachten, terug. Hij komt niet terug. Jammer, jongen. Ook weer de silencer, hoor je? Silencer in deze game, ja, ik gebruik ze nooit. Puur omdat ik gebruik gewoon bijna nooit silencer. Alleen in Modern Warfare 3, sorry voor de 2 keer kill. Alleen in Modern Warfare 3 heb ik silencers gebruikt, maar op een of andere manier, ik vind ze gewoon niet chill. Ik weet niet waarom niet. Moet je ook niet aan me vragen. Knife Runner, dit loopt er een naast je. Ik weet ook niet waarom ik silencers niet chill vind, maar ik gebruik ze nooit. Dus ja, weet je. Iemand vroeg ook aan mij van, Jan, wil je een tutorial maken over wat het beste is met de silencer? Maar ja, weet je, het is heel makkelijk. Ik gebruik letterlijk gewoon nooit de silencer. Ja, ik vind het gewoon niet chill, maar ik weet ook niet waarom. Komt er een onder me. Oh, nee, nu naast me. Maar waar zit jij dan? Jij zit onder, hè? Volgens mij zit hij hier. Ik snap er nu helemaal niks meer van. Weet je, opeens achter me. What the fuck? Kut, links van me zit er ook nog een. Nu ben ik al single. Oh mijn god, dit trappetje werkt niet meer. Ik dacht dat het trappetje nog wel werkte, maar dat werkt blijkbaar niet meer. Ik dacht serieus dat daar nog een trappetje zat waar je gewoon omhoog kon klimmen. Maar je moet daar springen, kwam ik nu achter. Nou, weer wat geleerd. Je moet daar springen, Jan. Ja, dat zie ik. Je gaat steeds op dezelfde plek zitten, vriend. Dat is niet zo handig. Dat is een hive. Ik moet rennen. Ah, kut! Ik moest rennen, jongen, voor die hive. Anders bleef ik erin staan en had hij me sowieso gekild met dat ding van hem. Maar ik vind het niet uit. We staan voor nog 5 kills te gaan. Dit potje gaat al vele malen sneller. Dan natuurlijk de vorige. Oh, lucky bastard, John. Oh, hij kan er maar 5 kills erin zitten, jongen. Ah, maar hij maakt er nog een headshot ook, man. Hij maakt er nog een headshot ook. Anders had ik hem misschien, waarschijnlijk niet, nog wel kunnen hebben. Oh, silencer, zie je weer. Dat is die K44. Dat is op zich wel handig, hoor. Silencer in free for all, denk ik nu wel. Kut hive. Oh, hij was nog bijna dood ook. Dat was mijn laatste kill. Als ik die had gehad, was ik ook niet dood gegaan door die hive. Maar nu heb ik ook gewonnen. Weer 30-10, alleen dit potje ging veel sneller, veel beter. Terwijl je wel dezelfde score hebt, weet je. Dus we hadden het eerste potje hunted. Dat leek dus als ze heel slecht gingen, maar dan hadden we 30-10 als eindscore. Dit potje ging sneller en leek het alsof we beter gingen. Maar hebben we ook 30-10. Dus we hebben eigenlijk dezelfde scores in 2 totaal verschillende soorten potjes. En in het eerste potje dacht ik ga heel slecht. En in het tweede potje dacht ik ga best wel goed. Alleen we hebben wel in allebei de potjes dezelfde score. Dus het is een beetje raar altijd hoe je dat zelf interpreteert. Alleen, ja, we hebben 2 keer 30-10. Niet echt de beste scores die er zijn. Alleen, we hebben wel weer 2 keer gewonnen. Daar gaat het uiteindelijk om. Dus dan geef me een applausje. Dankjewel. Dankjewel, jongen. En dan geef ik jullie ook een applausje. Oh, bedankt voor het kijken, jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.